En Jeroen Loemoe, je eerste balcontact en hij was gelijk binnen. Ja, het was voor mijn eigen gevoel lekker dat ik daar gelijk erin kom en kan scoren. In mijn verleden is het ook een paar keer gebeurd en het was een lekker gevoel om daar gelijk te scoren. En je leek het ook wel getergd, hè? Want ja, we kunnen niet omheen draaien. Je bent misschien in potentie wel de beste speler bij Dordrecht, maar je moest op de bank beginnen, dat is nooit leuk. Ja, de laatste paar wedstrijden ben ik helemaal niet was ik echt niet in mijn vorm. En dan vind ik zelf dat de andere jongens de voorkeur mogen hebben. En dat, ja, ik ben een speler die gewoon geprikkeld moet worden. En dan, net als nu, dan ben ik gelijk geprikkeld en dan speel ik ook lekkerder. En dan kan ik belangrijk zijn voor het team. Ja, want jouw trainer verwijt jou dan weinig rendement de laatste weken. En je valt vandaag dan in en je scoort en je hebt een assist. Ja, dan zijn we daar eigenlijk ook al over uitgesproken dan. Want meer kan ik daar ook niet over zeggen. Maar wat is dat nou, Jeroen? Ik heb wel een paar keer in mijn verslag gezegd, als die jongen echt alles op een rijtje heeft, dan kan hij gewoon in de top van Nederland mee. Want je laat dingen zien, dat is fantastisch. Maar je laat dus ook dingen zien waardoor je vandaag op de bank begint. Ja, dat heb ik wel eens vaker gehoord. Maar het is gewoon, ik ben hoe ik ben. En ik kan niet alles veranderen. En ik heb zeker al een paar dingen zeer stevig veranderd. Waardoor ik nu ook gewoon lekkerder in mijn vel zit. En qua omgeving en zo, dat is allemaal stabieler geworden dan voorheen. En, dat voelt ook lekkerder en daardoor speel je nou gewoon lekker, de train je lekker en dan ga je met goed gevoel naar de club toe. En normaal zien we je vaak aan de buitenkant. Vandaag ga je op het middenveld spelen omdat Gravenberg eruit is. Bevalt je ook wel volgens mij die positie? Ja, bij Jong, laatst deel Goat Eagles, moest ik 2.5/10 spelen. En toen speelde ik gelijk ook wat lekkerder. Ik zeg eerlijk dat ik liever op het middenveld speel dan dat ik aan de buitenkant speel. Ik hou ervan om met mijn gezicht naar de goal te staan en dan kom ik gewoon beter uit mijn voeten. Eindelijk pakken jullie weer eens 3 punten en dit hadden jullie wel nodig. Hè? Dat merk je denk ik ook wel gelijk, ondanks dat het kort is na afloop bij jullie. Ja, zeker. Kijk, we hebben de laatste wedstrijd hebben we eigenlijk veel ongeluk gehad. We keren hier veel kansen, maar niks gaat erin. En dat je dan vandaag 4 keer scoort en de wedstrijd wint, dat is een heel heerlijk gevoel. En dan ga ik ook beter naar de wedstrijd van maandag toe. Ja, tegen Almere City. En je gaat ervan uit dat je zeker nu wel weer de trainer hebt laten zien dat je de komende weken wel weer kan spelen. En dan zien we wel weer wanneer die dip dan komt. Ja, voor mijn gevoel kan ik gewoon spelen, maar het blijft nog steeds aan de trainer wat hij doet. En als hij me op de bank laat beginnen, dan begin ik op de bank. En daar zal ik ervoor zorgen dat ik, wanneer ik erin kom, gewoon weer scherp ben. 0-3 met de rust. Dan denk ik, misschien gaan jullie wel hele hoge scoren neerzetten. En dan wordt het nog wel even paniekboor, hè? Toen zij 1-3 maakte. Proefde je dat ook toen zij kansen kregen op de 2-3? Ja, ze hebben wel een paar kansen gekregen. Robert die stond daar even goed te keeper, pakte een paar goede ballen uit. Ik denk dat als zij nog hadden gescoord, dat het misschien een andere wedstrijd zou kunnen worden. Maar over het algemeen waren we nog niet zo in paniek en deden we gewoon ons ding. En dan zie je dat we dan ook nog de 4-1 maken en dan is het dan helemaal klaar.